Acer is een belangrijke speler op de wereldmarkt waar het aankomt op computers. Echter, ook op smartphonegebied staat dit bedrijf zijn mannetje. Deze movie is bijvoorbeeld geschoten met de gloednieuwe Acer Liquid Low E330 smartphone. Een compact apparaatje met een 3,7 inch 480x800 scherm, zodat een behoorlijk aantal pixels per inch gerealiseerd wordt. Deze movie is gemaakt met de 5 megapixel camera, die ook uitstekend uit de weg kan met fotografie. Voorzien van een LED flash, 480p en 30 frames per seconde video en ruime ondersteuning voor videocodecs, kan de gebruiker hier uitstekend mee uit de voeten komen. De camera ondersteunt bijvoorbeeld MPEG-4, HT63, HT64, AVC en VP8. Dat laatste formaat moet niet uit het oog verloren worden. VP8 heeft Google verkregen door de overname van Onto en wordt gezien als een belangrijke bijdrage aan de HTML5 standaard. Verder is de Liquid Glow uitgerust met behoorlijk wat communicatiemogelijkheden. Zo is de wifi zender voorzien van een hotspot functie en kan ook direct van apparaat tot apparaat met wifi gecommuniceerd worden. Als hotspot kan de Acer Liquid Glow tot 8 apparaten bedienen, wat onderweg behoorlijk praktisch kan zijn. Voor zakelijk gebruik beschikt de Acer Liquid Glow over diverse functionaliteit. Tuurlijk kan er gesynchroniseerd worden met Gmail en de gebruikelijke POP3 e-mail providers, maar Acer heeft ook voorzien in synchronisaties met professionele systemen als de Microsoft Exchange Mail Server, die in professionele kringen erg veel wordt toegepast. Uiteraard zit er ook Google Maps en navigatie op. Barcode scanner is voorzien voor wie graag in de supermarkt de barcodes wil lezen van de producten die hij denkt te kopen. En voor office gebruik voorziet de Liquid Glow in Polaris Office 4.0, waarmee alle office formaten vlekkeloos gelezen kunnen worden. Daarnaast is Google Talk beschikbaar. Facebook, Twitter, Plurk en Flickr ontbreken ook niet. En de Google Cloud Sync kan direct gebruikt worden. Vanaf september 2012 voorziet Acer voor de gebruikers van zijn smartphones verder in Acer Cloud Sync.